Dag, wacht even. Ja. Dag Eva. Vandaag breng ik hulde aan jou. En bij uitbreiding aan alle moeders, dochters, vrouwen en meisjes in de hele wereld. Jouw naam betekent immers moeder van alle levenden. De schrijvers van Genesis hebben jou en alle vrouwen tekort gedaan, beste Eva. Het was logischer als God jou eerst had gecreëerd. Dat de schrijvers uitgerekend jou in het oeroude verhaal verantwoordelijk stellen voor de zondeval, heeft tot vandaag nog steeds verstrekkende gevolgen. In de donkerste eeuwen van de kerkgeschiedenis haalden machtige kerkleiders de gebeurtenissen in het boek Genesis aan om vrouwen zelfs maar de kleinste verantwoordelijke functies in de universele kerk te ontzeggen. Vele 21ste eeuwse vrouwen moeten nog steeds opboksen tegen diepgewortelde stereotypen gebaseerd op jouw inbreng in het scheppingsverhaal. Als eerste vrouwelijke figuur die in de Bijbel opduikt, krijg jij van mij het respect dat je verdient, Eva. Zeker op Moederdag. Jij vertegenwoordigt alle moeders in een wereld die op vele vlakken de pedalen kwijt is. Ik herken je in mijn allang overleden moeder. In de duizenden jonge Oost-Congolese moeders die slachtoffer zijn van seksueel misbruik door gewetenloze rebellen. In de miljoenen moeders die zichzelf volledig wegcijferen om hun kinderen een goede toekomst te bieden. Ik wens jou en alle mama's, waar ook ter wereld, een fijne Moederdag toe. Bart de Mietenaar. Goedemorgen. Goedemorgen, Nicolaas. Je hebt de brief die ik aan Eva schreef grondig gelezen. Wat zijn je eerste bedenkingen daarbij? Ik ben het volledig met jou eens dat in de Bijbelse traditie en ook in de christelijke traditie de vrouw niet altijd met het nodige respect is behandeld geworden. Tegelijkertijd, als ik je een beetje mag uitdagen, zou ik zeggen dat je misschien wel een heel mannelijke interpretatie hebt gegeven van de lectuur van Eva in Genesis. Want je hebt bijvoorbeeld gebruik gemaakt of verwezen naar het tweede scheppingsverhaal in Genesis, maar er is ook een eerste scheppingsverhaal dat daaraan vooraf gaat. En in dat eerste scheppingsverhaal staan man en vrouw volledig op hetzelfde niveau. En zegt de schrijver van Genesis, man en vrouw schiep hij hen naar beeld en gelijkenis van God. En in die zin is het, zou ik zeggen, zegt de Bijbel zelf, Genesis zelf, dat de mens maar in de mate dat die man en vrouw, die complementariteit, de eigenheid van elk, in die mate ook, is de mens werkelijk helemaal en is hij ook gelijk die op God. Dit gezegd zijnde, denk ik dat je gelijk hebt en dat de inhaalbeweging die vandaag plaatsvindt binnen de kerk ten aanzien van de vrouw, meer dan noodzakelijk, wenselijk en welkom is. Je spreekt van de twee scheppingsverhalen. Waarom hebben dan uiteindelijk de samenstellers van de Bijbel zoals ze die nu kennen, die twee behouden? Maakt het heel erg ingewikkeld voor de niet onderlegde gelovige leek. Inderdaad. Maar dat geldt voor heel veel Bijbelpassages. En ik denk dat je gewoon vaststelt, wat ik zelf ook al heb vastgesteld, het lezen van de Bijbel is niet makkelijk. Ik herinner mij als ik een kleine 30 jaar geleden als jonge jezuïet mijn opleiding begon en theologie begon te studeren, dan dacht ik, joepie, nu ga ik eindelijk de uitleg krijgen van de Bijbel. Nu ga ik eindelijk leren wat de Bijbel betekent. Ik ben in zekere zin van een kale reis teruggekomen. Ik bedoel, de uitleg, de juiste uitleg van de Bijbel, die bestaat niet. Dat is een geheel van verhalen en de uitdaging is om die in een geheel te kunnen lezen en van daar betekenis uit te halen. En jij en ik gaan allebei die Bijbel behoorlijk verschillend lezen, denk ik, omdat wij verschillende mensen zijn. Met een verschillende achtergrond, verschillende vragen.
Het is een vertrekpunt van dialoog, een vertrekpunt ook om het mysterie van God beter te kunnen kennen, maar het blijft een mysterie. En ik zou bijna zeggen, wat een geluk dat daar zo'n tegenstellingen en zo'n paradoxen en zo'n schijnbaar onverzoenbare standpunten tegelijkertijd instaan, want dat geeft speling. En dat maakt dat je echt kan gaan interpreteren en vanuit verschillende standpunten verschillende vragen kan gaan stellen. De Bijbel is geen leer. Ja, tot volgende keer dan. Tot volgende keer.